Ik ben Feline. Ik ben Maas. En ik ben Nele. En we staan hier vandaag om Sinterklaas te ontvangen. Zou je met de trein komen of staan we hier niet op de goede plek? Nou, we staan nu hier en we gaan het zien. Kun jij een liedje zingen? Ja, doe maar. Dat is leuk. Sinterklaas kapoentje. Gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Dankjewel. Meneer de Brok is ook aanwezig. Hoe vindt u dat Sinterklaas weer in het land komt? Ja, ik vind het echt super leuk dat Sinterklaas hier aankomt met de boot. Want gisteren, toen hij in landelijke intocht in Apeldoorn, toen kwam hij met de trein. Maar ja, ik vind eigenlijk dat Sinterklaas ook met de boot hoort te komen. En gelukkig komt hij hier en daar zijn vandaag met de boot. Ja. Weet u ook waarom hij met de trein zou komen gisteren? Ja, ik geloof dat ze in Apeldoorn, maar gisteren kwam, hadden ze denk ik geen boot of zo. Ik weet niet. Dus ik denk dat het daarom is. Ja. Volgens mij was het ook omdat Ozesnel bang was voor water of zo. Oh ja, Ozesnel is een nieuwe paard, hè? Ja. Ja, die moet nog een beetje wennen volgens mij. Dat klopt, ja. Ja. Bedankt voor het interview. Graag gedaan. Mag je Sinterklaas ook interviewen? Ja. Oh, cool. Waarom kwam je toch met Nou jongens, ik ga namens jullie allemaal vragen, hè? Dus let goed op. Ga maar gewoon, hou de microfoon erbij. Je hoeft niks te maken. Ik ga goed komen, Michiel. Ga het goed komen, Sinterklaas? Ja, dat denk ik wel. Nou, kijk. Ja, jongens, Sinterklaas is het goal! Ik ben de wief! Hey, Jongen! Ik ben ook blij dat ik er ben. U bent ik vind het altijd heel leuk om naar Ravenstein te komen. Hè. Dat weet u wel, Michiel. Want toen was jij nog heel klein. Maar ik spreek u straks nog wel eventjes. Dag, meneer de Brok. In de parel van de gemeente Oss. Ja. Natuurlijk, hè. Ja. Ik heb mijn mooiste Ravensteinse ketting aangedaan. Oh, ik zie het, ja. Welkom hier in Ravenstein. Ja. Met de boot zoals het hoort, hè. Ja, ja. En we zijn super blij dat u er bent. Ja, dankjewel. Tot straks, hè. Dankjewel, meneer de Brok. Zo, Sinterklaas zo. Gaat even naar de kinderen toe en dan kunnen de andere pieten kunnen ook allemaal lekker. Hey, hallo. Ja, mogen wij er langs, Michiel? Wat heb jij nu bij? Dat is een microfoon. Dat is een hele mooie kleur. Wou jij wat vragen? Nee. Oh, ik dacht dat je wat wou vragen. Oh, ik lust wel één hartje. Kom je gewoon even gezellig kijken. Heb je al pepernoten gehad van Zwarte Piet? Hoef je geen pepernoten? Oh, nou, dan ga ik snel eventjes verder, hè? Goed? Ja. Alles voor een uitwijzer. Hallo allemaal, hallo allemaal. Op elkaar met heel veel band. We zingen en we springen en we zijn zo blij. Misschien een paar. En we zingen en we springen en we. Ik hoor jullie niet meer. Want we zijn. Je kunt gewoon niet zitten. Je kunt gewoon meelopen. Ja, dankjewel. Had hij jou niet gezien, Tobia? Heb je al veel snoep gekregen? Ja. Zo. En dan komt er nog steeds weer op die vrije honden. Wat vind jij ervan dat Sinterklaas er is? Een goed. En jij? Heel leuk. Goed zo. Hey, hallo. Heb je al snoep gehad? Ja, zit hierin.
En dan nog een extra applaus voor de mensen van Medico. Hoe gaat het met Ozersnel? Heel goed. Ozersnel staat mooi op de vrachtwagen, want hij durft nog niet op het water. Hij is nog een beetje bang van het water. Mis je Amerika? Ja. Ja. Maar Ozersnel is net zo lief als Amerika. En Amerika heeft wel zijn pensioen verdiend, nou hè. Wat vindt Ozersnel echt niet lekker om te eten? Ozersnel vindt eigenlijk alles lekker om te eten. Het liefst heeft hij wortels, net zoals Amerika en hooi natuurlijk. Dan vindt hij, ja, alles wat de kindjes in de schoenen stoppen, dan vindt hij heel lekker om op te eten. Weet Ozersnel de weg al een beetje door alle foto's die hij heeft gekregen van de kinderen? Ja. Dat is zeker, dat is heel fijn voor Ozersnel, want nu weet hij natuurlijk de weg waar hij naartoe moet. Dus dat hebben de kinderen heel vriendelijk gedaan. Dus nou ja, nou kunnen we, kan Sinterklaas overal naartoe met hem. Vond Ozersnel de treinreis goed of had hij toch liever met de boot gewild? Nee, hij vond de treinreis heel fijn, want de boot vond hij nog niet zo. Hij houdt nog niet van het water, dus dan moeten we hem nog een beetje leren. Kijken of dat gaat lukken. Gingen de eerste pakjes die hij ontbrengen goed? Ja, heel goed. Heel goed. Dank u wel, Zwarte Piet. Graag gedaan. Meer Piet erbij, jongens. Het is echt ongelooflijk. En jullie straks met z'n allen aan het Sinterklaas en onze snel meegaan naar de herfst. En daar zegt Sinterklaas allemaal vrienden. Langzaam praten, hè? Langzaam praten, hè? Jullie staan er niet voor niks bij, kom op. Ja, ik heb er een oud bij zijn. Nog één keer met z'n allen, heel erg. Nou, Sinterklaas, ja. Ik had u natuurlijk al welkom geheten toen u van de boot afkwam. Ja, dat klopt. Maar we hebben ook nog iemand van de gemeente, Os, onze wethouder, meneer De Brok. Die wil ook even tegen u zeggen als het goed is. Nou, die heb ik over u staan. Die staat hier onder de orde. Oh, daar is hij al. Oh, daar is hij. Een applausje voor onze wethouder, meneer De Brok. Dank u wel, meneer. Ja, Sinterklaas. Ik ben eigenlijk zo super relaxed vandaag. Heerlijk. Ja. Ik heb altijd hartstikke veel stress als u komt. Vorig jaar was ik de pakjes gegeten bijna. Ja, dat had ik ook stress. Dacht ik van, oh, als het allemaal door kan gaan. En dit jaar ging het vooral over, komt hij nou met de trein? Of komt hij nou met de boot? Ja, dat dacht ik al. Ja, want het paard is bang van water, begreep ik. Ja, dat klopt. En al die burgemeesters bellen mij op, paniek, oh, komt hij straks met de trein en wat moet ik nou doen? En ik zeg, nou, mij maakt eigenlijk iets eruit. Bij ons in Ravenstein hebben we een station.
En we hebben een haven. Dus als je nou met de trein komt, dan gaan we gewoon met z'n allen op het voetbalveld staan. Ja, dat had u kunnen. Ja, en als je nou met de boot komt, gaan we met z'n allen op het mooie Marktplein staan. Ik ben wel heel blij. Heel blij dat u hier vandaag echt met de boot bent. Welkom in Ravenstein. En ik wens u nog heel veel plezier in het mooie stadje. En belooft u mij dat u heel goed voor de kinderen zorgt. En ze leuke cadeautjes geeft. Natuurlijk, dat gaan we doen. Dankjewel, meneer de wethouder. Supermooi gesproken. Sinterklaas. Ook nog eventjes officieel, nou iedereen hier aanwezig is, wil ik u hartelijk welkom heten in ons mooie stadje Ravenstein. En we zijn blij dat u er bent, toch? Ja! Hoppakee! Het is echt super Sinterklaas. Sinterklaas. Ik zie hier weer die hele mooie stoel staan. Mag ik die in plaats van nemen? Hij is speciaal voor u neergezet zelfs, Sinterklaas. Kijk eens, lekker te zitten hoor. Oh, hij zit altijd zo heerlijk hè, die stoel hier in Ravenstein. En jongens en meisjes. Hebben jullie gisteren allemaal naar de tv gekeken? Ja! En vonden jullie het leuk? Ja! Gelukkig. En mijn nieuwe paard, hadden jullie dat ook gezien? Ja! En weten jullie de naam nog? Ja! Wat is dat dan? Oh, zo snel! Maar jullie hadden net wel een beetje gezien natuurlijk, dat Oh, zo snel vandaag niet zo'n zin had, hè? Nee, hij was een beetje wild. Ik dacht, dan laat ik hem maar eventjes met rust. Dan gaan we maar lopen hier naar het stadhuis, hè? Dat kan natuurlijk ook. En ik vind het fijn dat jullie er allemaal zijn. Vinden jullie het ook fijn? Ja! En zullen we met z'n allen een leuk liedje gaan zingen? Ja! En wat voor een liedje willen we dan gaan zingen? Sinterklaas kapoentje. Dat tel ik tot drie en dan beginnen we, hè? Even wachten. OBK staat er klaar voor, Sinterklaas. Oh, OBK. Die zit... Ja, maar wacht even. 1, 2, 3. Nou, heel mooi gezongen. Maar jongens en meisjes, luister eens eventjes, want ik hoor... Sinterklaas? Ja? Meneer de Broek zei net dat alles goed is gegaan, maar luister eens even goed, Sinterklaas. Wat hoor ik allemaal? Ik hoor niezen. Wat je? Wie is er hier zo verkouden? Iemand hier niet? Hier? Iemand in niezen? De Pieter? Oh. Wat gebeurt daar? Oh jee. Kom eens even hier naar voren. Zijn jullie de... Ja, jullie moeten het altijd, dat weet je toch? Als je van een boot af gaat, moet je altijd een zakdoekje meenemen. Ja, dan zijn we helemaal vergeten. Oh. Sorry. En hoe gaan we dat nu? Waarom zijn jullie zo verkouden, denken jullie zelf? Het was heel koud op de boot, Sinterklaas. Ja. Het was heel koud, ja, en jullie wel, met de speedboot. Ja. Dan zijn jullie mooi verkouden geworden, zeg. Oh, het gaat niet goed hoor. Wat jou? Weer één? Nou. En hoe gaan we dat oplossen, jongens en meisjes? Weet jullie dat? Weet jullie hoe we dat moeten gaan oplossen? Dokter Piet is hier ook. Het begint te regenen natuurlijk. Sinterklaas zou het. Zo, hè. Kun jij mij misschien een beetje helpen met deze Pieter? Want ik volgens mij ga ik het. Kun je even kijken naar die Pieter? Waarom moet ik nu helpen, Sinterklaas? Want ze zijn allemaal aan het niezen. En volgens mij hebben ze een kou gevat. Zijn ze allemaal ziek? Ja. Ik denk dat al die kinderen ziek zijn. Nee, niet de kinderen, Zwarte Piet. Deze Pieter. Zwarte Piet. Hier staan er twee en daar staat er één. En ze hebben drie en een kant. Ja, luister maar even. Hoor je? Daar is Zwarte Piet en iets op. Oh, daar weet Zwarte Piet er iets op. Daar geef ik ze allemaal een spuitje. Een spuitje? Ja. Ho, ho, ho. Geen spuit. Voordat we het volgende liedje gaan zingen, Sinterklaas, wil ik even, want we hebben bij Omroep Walraven tegenwoordig een junior team. Ja, die maken tv- en radio-uitzendingen en die willen u wat vragen, Sinterklaas, als het goed is. Ja, dat is prima. Laat ze even naar boven komen. Ja, ze zijn er al. Dag. En hoe heet jij? Ik ben Nele. Nele. Oh, leuke naam, Nele. Vertel het eens, wat wil jij vragen? Hoe vind je het hier in Ravenstein? In Ravenstein vind ik het altijd heel erg leuk. Ja. Ja. En dan zijn ook even die hele lieve kinderen in Ravenstein, hè? Ja, ja, dat vind ik ook. Kijk maar, het is goed. Het zijn allemaal hele lieve kinderen. Dus en, ik vind het altijd heel leuk om in Ravenstein te komen. Hoe was de reis? De reis?
Ja, ja. De reis was wel heel erg koud. Want jullie hadden natuurlijk ook allemaal koud aan de Maas straks, denk ik. Ja, denk ik. Ja. Dus wij hebben ook best wel koud gehad, maar we hebben ook lekker binnen kunnen zitten met de verwarming aan. Ja. Dus dat ging wel, ja, dat ging eigenlijk wel goed. En kunnen de kinderen, denk je, vanavond al een schoentje zetten? De kinderen de schoen mogen zetten? Ja, natuurlijk mogen jullie. Willen jullie de schoen zetten vanavond? Ja, je hoort het. Ja, jullie. Ik kan wel niet beloven dat het bij iedereen vanavond lukt, maar we gaan het proberen, hè. Goed. En waarom bent u eigenlijk hier te voet gekomen en niet met paard? Nou, het paard was een beetje wild. Had je dat toevallig ook gezien? Ja, dat had ik wel gezien, maar... Ja, volgens mij had hij een beetje koud watervrees of zo. Oh. Hè? Ja. En ik dacht, ik loop maar eventjes hier naar het stadhuis. Hè. Ja, ach, joh, maakt het niet dan, uit. Ja. Ja, ik ben er nu toch. Ja. Ja. Nou, dankjewel. Ja, graag gedaan. Nee, tot ziens. Heb je al pepernoten gehad? Nee. Oh, dan gaan we even naar Zwarte Piet, krijg je pepernoten. Ja. Goed zo. Dankjewel, hoor. Doei. Doei. En als je toch op zwaaien bent, oh, de pieten zijn er weg. Ik ga zo, jongens, pas op maar. Hij is voor groot en klein, voorzien van majesteit. En werden, en werden, en werden zijn we goed. Zo lekker, zo lekker, zo lekker en zo zoet. Hij is voor groot en klein. Een applausje en misschien tot strakjes. Allemaal bedankt dat jullie er waren. Houdoe! Jouw beste vriend, de vriend van ieder kind. Mijn hart.
hartje klopt zo blij. Wat brengt hij jou, wat brengt hij mij, wat brengt hij jou en mij? Zoet was koek, wie stout was komt in het boek. Hij komt, die lieve goede Sint. Mijn beste vriend, jouw beste vriend, de vriend van ieder kind. Mijn beste vriend, jouw beste vriend, de vriend van ieder kind. Thank you.
We gaan je niet vergeten. Kijk